deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke make-up tutorial. Vandaag ga ik me opmaken met make-up merken die allemaal dierproefvrij zijn. Ik weet dat er super veel mensen zijn die zich hier echt aan houden. Er zijn heel veel meiden die zich oprecht niet opmaken met make-up die is getest op dieren. En ik vind het zo fijn dat jullie bestaan, dat er zulke mensen bestaan, want ik hou echt van dieren. Als je mij op Snapchat volgt, mijn kat is echt mijn kind. Ik snap hem echt de hele dag. Ik ben ook echt een dierenmens. Ik kan over mezelf helaas niet zeggen dat ik alleen make-up gebruik die niet is getest op dieren. Want ik gebruik ook nog make-up die wel is getest op dieren. Ik wil daar wel mee gaan stoppen. En speciaal voor de mensen die dus geen make-up gebruiken die op dieren is getest, is dit een hele handige video. Want alle make-up tutorials die hun bekijken, moeten ze iedere keer gaan opzoeken van is dit op dieren getest of niet. En nou weten jullie tenminste zeker dat al deze make-up dierproefvrij is. Ik heb dit video-idee niet bedacht. Ik heb dit van een van jullie. En dit meisje heet, tenminste op YouTube heet je Merje. Ik weet niet of ik het goed zeg. Ik herken die naam volgens mij. Comment jij best wel vaak onder mijn video's. Heel erg bedankt daarvoor. En zij had onder mijn video geplaatst. Hey Sarah, zou je een keer een video willen maken met allemaal betaalbare dierproefvrije make-up? Hier is de lijst van alle merken. Ik ben al een tijdje bezig om mensen te inspireren dierproefvrije make-up te gebruiken. Ik hoop dat je het ook wilt promoten. Dikke kus. Nou, ik vond dat zo'n mooi berichtje en natuurlijk wil ik dit ook gewoon promoten. Ze heeft ook de website erbij gezet waar een hele lijst staat met allemaal dierproefvrije merken. Daar ben ik ook heel happy mee, want dat scheelde mij echt super veel tijd om het allemaal te gaan onderzoeken. En ze vroeg om een betaalbare look. Ik weet niet per se of ik het heel betaalbaar ga houden. Misschien wel, misschien niet, want ik heb nog niet echt bedacht wat ik vandaag ga gebruiken. Maar ik ga me niet per se aan het betaalbare houden. Ik ben altijd heel erg blij met jullie comments, vooral alle video ideeën. Dus heb jij een video idee, laat vooral een comment achter onder deze video en misschien ga ik hem ook maken. Nou, we gaan snel door met de video. Oké, ik ga eerst beginnen met het primen van mijn gezicht en ik ga het make-up merk LOV gebruiken. Dit merk is te koop bij de Ethos, is vrij betaalbaar, daar ben ik altijd heel blij mee. LOV Aura Glow Primer en deze is hydraterend. Dus extra fijn voor de droge huid zoals ik heb. Dit merk is nog vrij nieuw in ons land. Dit merk heeft een beetje de prijzen van Maybelline. Misschien een beetje nog eronder, maar in ieder geval in die prijskategorie. En deze is super fijn, vooral voor mensen met een droge huid. Dan foundation, nog een make-up merk die niet op dieren test is Kiko. Dit is de Kiko Full Coverage 2-in-1 Foundation in de kleur WB60. Ik heb hier al heel vaak over gepraat. Ik vind deze super, super fijn. Dit is echt een geweldige foundation. Kiko is vrij betaalbaar, maar deze foundation is 18 euro. Dit is een van hun wat duurdere make-up producten. Maar deze foundation is echt geweldig. Voor concealer gebruik ik een van mijn favoriete concealers. Ik ben heel blij dat vooral dit merk dierproefvrij is. Omdat het gewoon zo betaalbaar is. En dit is de Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur Light Beige 020. Catrice is ook dierproefvrij. En daar zullen heel veel Essence ook. Catrice en Essence zijn allebei dierproefvrij. Dus vooral voor de mensen die houden van super betaalbare make-up. Ik denk dat het heel fijn is om te weten dat Essence en Catrice allebei niet testen op dieren. Dan ga ik baken, oftewel poeder aanbrengen onder mijn ogen en gewoon op alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Ik heb hiervoor de Translucent Baking Poeder van Nabla Cosmetics. Nabla is niet een betaalbaar make-up merk. Deze poeder is 18 euro. Ze zijn ook niet super duur, maar gewoon ja, een beetje een normale prijs. Nabla test ook niet op dieren. Daar ben ik ook weer heel blij mee, want ik heb niet veel losse poeders. Dus ik hoopte echt dat één van die merken tenminste niet wel dierproefvrij is. En dat is dus Nabla. Ik vind deze video echt wel heel goed gaan. Want ik vind het best wel leuk om te ontdekken welke nou allemaal eigenlijk dierproefvrij zijn. Ik was daar nooit echt van op de hoogte per se. Ik heb er ook niet echt heel vaak op gelet. Ik weet van een aantal, weet ik het toevallig gewoon. Maar het is niet dat ik er echt per se op lette. Dus het is wel leuk nou dat ik er zo een beetje achter kom. Voor de mensen die misschien nou denken van waarom is gewoon niet elk make-up merk dierproefvrij? Nou, dat is dus omdat, tenminste, een van de redenen is dat veel make-up merken ook willen verkopen in China. En daar is het echt wettelijk verplicht om te testen op dieren. Dus als jij daar wilt verkopen, moet je dat doen. Dus vandaar dat bijvoorbeeld MAC, die verkoopt ook daar. Dus ja, hun mogen zichzelf niet dierproefvrij
noemen, want ze verkopen ook daar. En ja, dan moet je wel. Maar ik ben toch wel blij dat toch wel veel merken niet meer op dieren testen, want het hoeft gewoon niet. Zoals je ziet, heel veel doen het niet en we gaan niet dood. Het is allemaal gewoon goede make-up, dus hè, het kan gewoon. En ik haal de beker altijd weer gewoon meteen vanaf. Nou, wat dan wel nou een beetje vervelend is, ik contour altijd mijn neus met of de Benefit Hoola Bronzer of de NYX Contour Palette. Allebei die merken zijn niet dieproefvrij. Dus ik weet niet echt hoe ik nou mijn neus moet contouren. Ik heb echt niks wat dieproefvrij is in die kleur, denk ik. Nou ja, ik wil het in ieder geval hieronder iets lichter hebben. Zoals ik al net zei, Essence is ook dieproefvrij. Dus ik heb de Essence Brighten Up Banana Poeder. Deze is super mooi om te verlichten onder je oog. Oh mijn god. Ik heb hem gewoon kapot gemaakt. Dit dingetje is eraf gegaan. Oké. Nou ja, maakt niet uit. En dit breng ik altijd nog aan over de beek. Doe dit vooral niet als het onder je ogen heel droog is. Want anders droog je het helemaal uit. Oké, nou ik ga even mijn neus contouren met iets anders wat ik nog nooit heb gebruikt ervoor. En dat is de LOV bronzer. Deze bronzer is zo mooi, echt. Deze is 10 euro en ook te koop bij de Ethos, want alles van LOV is te koop bij de Ethos. Dat heb ik in het begin ook al verteld. En terwijl ik aan het praten ben, wil mijn bronzer niet opengaan. Dit is hem dus. Hij is echt super mooi. Hij is een beetje cool toned, dus ik denk dat ik er wel mee kan contouren. Ik heb hem in de kleur 020 Seductive Bronze. Jammer om te zien dat make-up merken zoals Benefit en NYX Cosmetics niet dieproefvrij zijn. Want het zijn best wel grote make-up merken, maar ja. Het is nou eenmaal hoe het is, hè. Oké, dit heeft wel een beetje nut. Maar die van Benefit en NYX zijn toch beter. Tenminste hiervoor. Beetje uitblenden. Oké, dan ga ik voor nu even snel door met mijn ogen. Nog een make-up merk die heel groot is en dieproefvrij is. Ik word gewoon oprecht blij als ik die namen zie staan in de lijst. En dit merk is Urban Decay en ik heb hier de Heat Palette. Deze is obvious niet betaalbaar. Deze is echt like 50 euro of zo. Maar hij is wel echt heel mooi. Kijk, allemaal van die warme kleuren. Voor hoe duur die is, vind ik dat ik hem wel wat vaker mag gebruiken. Want ik gebruik hem niet heel vaak. Ik heb hem al echt vanaf vorig jaar winter ergens. Dus ja, ik mag hem zeker wel vaker gaan gebruiken. Dus ik ga hem vandaag gebruiken. Oké, ik pak eerst de lichtste glitterkleur. Die heet Ounce. En die ga ik onder mijn wenkbrauwen doen om ze een beetje te liften. En ik ga vandaag een beetje voor een smoky eye. Oké, ik begin eerst met deze iets lichtere bruin. En deze heet Sauced. En die breng ik aan over mijn hele arcadeboog als de transitiekleur. Dan pak ik de bruine kleur ernaast. Die heet Low Blow. Die is ietsje donkerder en daarmee ga ik er overheen. Maar dan ietsje lager. En dan pak ik de kleur He Devil. Deze is iets meer bruin, roodachtig. En daarmee ga ik over mijn hele ooglid en ook nog in mijn crease. Ik hou het allemaal zoals ik al zei. Heel erg smoky, niks strak, geen cut crease. Gewoon helemaal smoky. En dan met de eerste kleur in het begin ga ik een beetje de randen uitblenden. Zodat het niet te strak is, dat wel een beetje is uitgeblend. En alle kleuren die ik nou boven heb gebruikt, ga ik ook onder aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En precies dezelfde volgorde als dat ik boven deed. Dan pak ik deze meer donkere paars-roodachtige kleur. En deze heet En Fuego. En die ga ik doen in de buitenste hoek en een beetje in mijn crease om iets meer diepte te creëren. En ook die kleur breng ik aan op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik de donkere paarse kleur. Deze kleur heet Ashes. En die ga ik aanbrengen als een soort van smoky eyeliner. Op mijn hele bovenste wimperrand en op mijn onderste wimperrand. En die ga ik helemaal zo uitsmoken. Nou, het is echt een donkere smoky look geworden vandaag, maar we zijn nog niet klaar. Dan pak ik deze hele mooie glitterkleur. Ik weet niet hoe je die naam uitspreekt. Lumbre, I don't know. Maar ik pak in ieder geval die en die doe ik in mijn binnenste ooghoek. Nou komt het tenminste nog wel een beetje iets van kleur. Ik bedoel iets voor glitter in de look. Ik hou eigenlijk normaal niet zo van matte ooglooks. Ik heb altijd wel iets van glitter, of ja, iets van gewoon best wel veel glitter. Dus nou is dit gewoon nog een beetje mijn glitter. Nou, qua nep wimpers heb ik niet iets wat per se dieproefvrij is. Ik heb alleen maar mink lashes. Dus ja, ik heb niks anders dan die. Dus ik ga even mijn AliExpress wimpers opdoen. Wimpers opdoen en dan ben ik zo terug. Oké, ik ben er weer. Wimpers zitten erop. Ik heb ook mascara opgedaan. Ik heb die van de Ethos opgedaan, want Ethos huismerk is ook dieproefvrij. En dit is de Amaze Me Forever Mega Volume Mascara. En deze mascara is echt heel fijn. Ik had het ook in een andere video laten zien en laten weten. Mocht je een goedkope, goede mascara willen, Ethos ook dieproefvrij. En ik heb de Urban Decay Zwarte Oogpotlood gebruikt.
de 24/7 Glide-on Eye Pencil in de kleur Black gewoon. Nou, zoals ik ook net zei, qua nep wimpers. Ik heb niks wat dierproefvrij is, want bijna al mijn wimpers zijn minklashes. Voor de mensen die niet weten wat mink inhoudt, mink is een dier. En die heeft allemaal van die kleine schattige haartjes. En die haartjes worden gebruikt om deze wimpers te maken. Dat gaat meestal niet op een hele dierenvriendelijke manier. Terwijl ik dit ga vertellen, ben ik mij gewoon aan het schamen. Want wat gebeurt er nou? Ze trekken die haartjes er met pincetten uit terwijl het dier gewoon leeft. En dat doet heel veel pijn. En ik schaam me gewoon dat ik nou die wimpers op heb terwijl ik dit vertel. Want ik ben echt een dierenvriend, dus ik voel me nou echt een hypocriet. Maar mink lashes zijn het meest mooi. Dat zijn vaak de meest mooie wimpers. Maar ja, het is gewoon niet echt heel diervriendelijk. Er zijn wimperbedrijven met mink lashes die claimen dat ze het wel diervriendelijk doen. En die zeggen dat ze wachten totdat het dier de haren gewoon verliest op de grond. En ze dan die haren pakken. Of dat echt zo is en of ze dat echt zo doen. Of dat het gewoon een smoesje is. I don't know. Maar ja, ik geloof die dingen nooit echt zo. Ik heb altijd gewoon het gevoel dat ze zich gewoon willen goed praten of zo. Dus ja. I don't know, maar misschien is het wel echt zo. Ik weet het niet. Maar als je je echt wilt houden aan dierproefvrij, ik zou dan gewoon geen mink lashes kopen. Nou, dan ga ik mijn gezicht bronzen met weer de LOV bronzer. Zoals ik al net zei, een hele mooie bronzer. Qua blush heb ik nog een make-up merk die niet test op dieren. En dat is Wet n Wild. Ik heb de Wet n Wild Color Icon Blush in de kleur Mellow Wine. Super mooie blush. Vooral als je een huidskleur hebt als ik, een beetje medium, gaat deze heel mooi natuurlijk zijn. Deze is echt een van mijn favorieten. Wet n Wild is by the way te koop bij Boozy Shop. Nog een heel groot make-up merk die ook niet test op dieren, ben ik ook weer heel blij mee, is Anastasia Beverly Hills. Dus ik heb hier de Sun Dipped Glow Kit. Dit zijn 4 kleuren highlighters. En Summer is echt mijn favoriet. Dus die ga ik aanbrengen op mijn jukbeenderen, op mijn neus, nog een beetje extra onder mijn wenkbrauw. En dat was hem. En dan pak ik de kleur Tourmaline. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die doe ik ook hier in mijn binnenste ooghoek om iets meer glans aan te brengen. Want ja, ik vond die kleur toch iets te donker. Of tenminste niet genoeg glimmen. En nou komt er dan toch iets meer glans. Voor de lippen heb ik weer een ander make-up merk. Ik wil echt zoveel merken laten zien als kan. Dat is de HEMA. Ook het HEMA huismerk. Test niet op dieren. En dat is heel erg fijn aangezien dat ook heel betaalbaar is. Ik heb hier de HEMA lipstick in de kleur 44 Calm Down Brown. En dit is een beetje een nude bruinige kleur. En die ga ik gewoon eventjes aanbrengen. En omdat ik van lipglossjes hou en deze een van mijn favoriete lipglossjes is, echt like in mijn top 3. Dit is de Ethos Gloss en dit is in de kleur, dit zijn allemaal van die nude kleurtjes. En dit is de kleur My Lips Don't Lie en je hebt echt like 5 nude kleurtjes. Echt geweldig deze. En dan sluiten we de look af met wat setting spray en dit is de Urban Decay All Nighter. En dan is de look gewoon helemaal af. Nou, dit was dan de look. Ik vond het echt super leuk om het te maken voor het meisje die mij deze tip gaf. Nogmaals, super bedankt. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Het is ook een beetje een eye-opener, want ja, dierenleed is gewoon niet echt acceptabel. Maar ik voel me gewoon een beetje hypocriet in, omdat ik wel nog make-up gebruik die op dieren is getest. En ik eet ook gewoon vlees en zo, dus het is een beetje hypocriet-achtig, maar ja, ik wil het toch benoemen. De website waar dus heel die lijst staat met dierproefvrije merken, ik zal die ook beneden in de beschrijving plaatsen, zodat jullie gewoon allemaal makkelijk kunnen zien welke merken dierproefvrij zijn, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Laat ook een leuke comment achter onder de video. Laat me weten wat je vindt van de video. Vertel gewoon iets leuks. Geef tips wat je wilt. Laat me vooral even weten wat jij van dierproefvrije make-up vindt. En wat je vindt van dierenleed. Ik vind, ja, ik denk dat we wel met z'n allen eens zijn dat we allemaal geen dierenleed willen en ook geen mensenleed. Alleen maar happiness in the world. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt zondag om 1 uur. Ik post elke woensdag en zondag om 1 uur. En af en toe komen er op vrijdag om 1 uur extra video's. Doeg!